Oh my god, mensen. Vandaag is dinsdag. We zijn nog altijd in congé, dus zeg we. Goedemorgen, deze morgen. Mijn naam is Pippi Blee. Hoppa, nieuw dag, nieuwe video. Je hebt al gezien in de titel wat we gaan doen. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben naar Sluis geweest en ik was daar in een winkel aan het kijken en ik wou dat gewoon hebben. En wat heb ik dus gekocht? Niet één, niet twee, niet drie, maar vier Rambo-messen van de originele films heb ik gekocht. Ja, dat zijn natuurlijk niet de originele messen, maar dat zijn dus replica's vanuit de film. Dus ik dacht van, we gaan dan een keer unboxen voor een video. Ik heb ze er ondertussen eigenlijk al uitgehaald, omdat ik anders moet dat hier allemaal doen hier en ik sta hier recht en ik heb daar geen plaats voor. Dus ik heb ze gewoon al hier voor mij liggen en ik ga ze gewoon één voor één tonen. En dan daarachter ga ik tonen wat ik nog gekocht heb, dat is iets groter, maar dat hadden we wel op het einde van de video wel zien. Goed, we gaan beginnen met begin, gelijk altijd. En dat is dus de Rambo First Blood, het eerste mes van de eerste film. Dat we dus gaan tonen. Voilà, dus dat is het doosje. Ik heb in totaal voor alle vier de messen heb ik 216. Ik denk dat het 216 euro was. Maar ik heb ze alle vier kunnen kopen. Ik heb korting gevraagd omdat ik er vier in één keer gekocht heb. En ik heb ze gewoon meegekregen voor 200 euro. Dus ja, het eerste mes dat we gaan tonen. Voilà, dat is Rambo, het Rambo mes First Blood. 1. Voilà, met de schede erbij natuurlijk. Zo, het knopje openen. En dit is dus het eerste mes. Voilà, zie. Het eerste mes die dus in het groen is. Het is tamelijk scherp ook. Hier, ik weet niet of je het allemaal goed kan zien. Dus staat erop Rambo First Blood. Hier staat er ook de handtekening John Rambo. Dat is natuurlijk een massaproductie. Dat is niet dat hij dat zelf heeft gedaan. Nee. Dat is uit de fabriek natuurlijk. Dus mes, kijk, dat is mijn hoofd. Dus zo groot is het. Het weegt wel een beetje. We kunnen er eigenlijk allemaal over zeggen. Dus dat kun je openen. Voilà. En dan zit er hier een kompas in. Zoals dat je kunt zien. Voilà. En dan zit er ook nog een buisje in. Met, en wat zit er daarin? Een lucifer zit erin, er zit een draad in en een haakje voor mee te vissen. Dat zit er ook in. Maar dat gaan we niet open doen, want het is nog allemaal schoon gesloten en ik ga dat nu niet speciaal open doen. Voilà, dus dat kunnen we weer toe doen. Dus zogezegd de overlevingskit dat erin zit. Voilà, schoon mes, weegt tamelijk veel. Allee, het is niet het grootste mes dat ertussen zit, maar het is wel het Rambo mes van de eerste film. Hè. Heel blij mee. Dus deze was wel 50 euro. Zo, allee, ze waren eigenlijk allemaal 50 euro, maar de originele prijs was voor deze 50 euro. Voor de tweede was ook 50 euro, denk ik. En normaal voor de andere waren 60 euro, of 59 euro, maakt niet uit. Dus voilà, dat was het eerste Rambo-mes. Goed. Dan gaan we naar Rambo First Blood Part 2. Voilà, dat is dus het doosje ervan. Dat is al ietsje groter. Zo. Voilà. Zoals dat je kunt zien. 1, 2 en 3. Staat hier ook op. Dedicated to the brave Americans who served our country in Vietnam. Voilà. Dus dat gaan we ook een keer tonen, zie. Voilà, dat is dus Rambo First Blood Part 2. Voilà, met de schede erbij natuurlijk. Dus ook, hier staat er ook op, Rambo First Blood. Dus gaan we een keer tonen. Dat is al een groter mes. Voilà. Dus staat ook op Rambo First Blood Part 2. En nog een keer de handtekening hier. John Rambo. Voilà, dat is al een zwaarder mes. Dat is wel een cooler mes daar. Dus in de tweede film, op het einde van de film. Tijdens de film wordt hij in de steek gelaten door zijn eigen land. Dus het is daar een helikopter. En die helikopter vliegt weg. En jij
redt al de gevangenen. En op het einde komt hij op die Amerikaanse basis, begint hij alles kapot te schieten. En dan ziet hij die kolonel of kapitein of weet ik veel wat het is. En dan pakt hij zijn mes en steekt hij eigenlijk naast het hoofd van die kolonel of kapitein, weet ik veel. Dus ja, echt een cool mes, weegt al wat meer, is ook heel scherp. Ik denk dat die winkel wat ik dat gekocht heb, dat is dat laten scherpen, want het is wel echt tamelijk scherp. Dus ja, voilà, dat is Rambo First Blood Part 2. Hier zit er ook, dat kun je ook open doen, zit er terug een kompas in en hetzelfde buisje met de draad, met het haakje, met... Allee, krijg ik dat hier nu nog toe? Ja, dus als je in nood zit, moet je ook nog je mes toe krijgen. Ja, voilà zie. En als er mensen afvragen waarvoor dan die ribbeltjes dienen, dat is dus gewoon voor als je een tak hebt en voor te zagen. Dat is eigenlijk een soort zaag dat erin zit. Voilà, dus dat is First Blood Part 2. Ik ga dat weer schone wegsteken. Ik vind Rambo gewoon de max van films. Dat is echt iets van mijn jeugd. Ik heb wel maar één Rambo in het echt gezien. En dat was de vijfde. De andere... Ja, heb ik... Ja, waarom, weet ik niet. Maar ja, de eerste en tweede was ik waarschijnlijk te jong. De derde ook. En de vierde is er gewoon niet van gekomen. Dus ja, voilà, dat was Rambo The First Blood Part 2. Dus gaan we nu naar de derde. Dat is deze hier. Voilà, First Blood Rambo 3. Voilà, daar is het doosje. Zo. Voilà, dus heb ik hier ook al... Dat is alweer een groter mes. Voilà, ik ga altijd een beetje meer achteruit. Maar dus dat is het volgende mes hier. Met de schede. Voilà, dat is weer groter. Voilà. Dus hier staat erop Rambo 3. Ik weet niet of je het kan zien. Rambo 3. Ik weet niet wat er daar eigenlijk op staat. Hibben, designed by Hibben Knives. Of zoiets staat erop. Ja, voilà. Ook tamelijk scherp. Niet zo scherp, maar toch tamelijk wel. Wij controls zijn mij doodsteken. Dus als je het naast mijn hoofd houdt, tegenover het First Blood Rambo 1 mes, is het al tamelijk groot natuurlijk. Voilà. Dus dat mes staat eigenlijk bekend voor Rambo 3. En in Rambo 3 is er een Afghaans jongetje die een keer Rambo zijn mes wou zien. En Rambo geeft zijn mes en zegt wel, ja, zijn voorzichtig. En hij pakt zijn mes en hij begint zo heel rap te... hoe noem je dat? Jongleren? Nee, jongleren is zo... Ja, weet ik veel. Zo wat trucken te doen met dat mes. En jij is echt nog zo'n klein jongetje van 9 jaar of zo, of 10 jaar, weet ik veel. Dus ja, heel schoon mes. Weegt ook tamelijk veel. En ja, voilà. Dat is de mes. Kijk. Voilà. Dus gaan we dat ook weer wegsteken. Zo. En dan het laatste mes. Oké, er zijn 5 Rambo films, maar het vijfde mes hadden ze niet. Dat is een Hardstopper, noemt dat. Maar dat mes heb ik niet. Omdat dat nog blijkbaar te duur is of zo voor na te maken of voor replica's van te maken. Ik weet het niet hoe dat juist zit. Maar ja, we zien wel misschien in de toekomst dat we het ook wel kunnen kopen. Dan dus de volgende is Rambo 4. Voilà, official license Rambo knife. Voilà zie. Hier is nog wat foto's van de film enzovoort. Voilà, dus dat gaan we hier ook een keer tonen. Dus in die film maakte hij eigenlijk zijn mes zelf. En is eigenlijk een volledig ander mes dan die eerste 3 films. Dus dat is dat hier. Hier staat er ook de handtekening John Rambo. Hier staat erop Rambo, ik weet niet of je dat kan zien. Ja, hier staat er ook op John Rambo. En als je het dan uithaalt, dat is wel het grootste mes tot nu toe. Voilà, het is like meer een machete dat hij gemaakt heeft. Dus John Rambo. Dus hier is Rambo en dan John Rambo. Voilà, een volledig ander mes, maar wel echt een cool mes. Maar die is wel super, super scherp. Dat is niet normaal. Die mensen die het al verkocht zijn nog tegen mijn nicht. Als hij thuis komt vanavond, gaat hij al zijn worteltjes
met gemak kunnen snijden met dat mes, want het is echt super scherp. Maar echt een cool mes, hè. Dus op het einde van de film van Rambo, op een gegeven moment, die Amerikaanse soldaten worden beschoten. En op een gegeven moment komt hij van achter die een boom, pakt hij zijn mes, snijdt hij in ene ruk eigenlijk, of kapt hij een zijn hoofd af, pakt hij dat machinegeweer. En er zijn er twee die eigenlijk in die een jeep zitten en van zo heel dichtbij schiet hij echt die twee... soldaten volledig in puree patatjes met bolken uit tomatensaus. En dan begint hij natuurlijk de gekende, begint hij de hele tijd maar te schieten en te doen voor die Amerikaanse soldaten te helpen op afstand. Maar kijk, dat is echt de max van een mes. Voilà, zie. Heel blij dat ik het heb. Voilà. Dus dat waren eigenlijk de vier messen dat ik heb. Dus like dat ik dat juist zei, het vijfde mes heb ik niet. Maar ik was daar en we hadden nog een hele tour gedaan daar in Sluis. Dat je kan zien eigenlijk in de vlog, een paar video's geleden denk ik, kun je dat zien. Op een gegeven moment gaan we nog een keer naar die winkel. En ik zie in één keer nog iets en ik dacht van, ik ben hier nu toch, ik ga het gewoon meepakken. Ik heb er ook korting voor gevraagd, normaal was het 89 euro, ik heb het meegekregen voor 80 euro. Een film waar ik ook super zot van ben. En nu ga ik dus een keer tonen wat ik gekocht heb. Voilà, zie. En dat is dus het zwaard van Blade. Voilà. Zodat je het volledig kan zien. Dus volledig met de schede erbij. En ook dus like dat Blade voor op zijn rug te dragen. Zo. Ik ga het nu niet aandoen. Maakt niet uit. Je weet wat ik wil zeggen. Dus normaal komt dat als zo. Voilà. Dus dat is het zwaard van Blade. Dus ik ga het een keer tonen. Voilà, zie. Voilà. Met een paar details, met wat tekens, gelijk in de film. Natuurlijk in de originele film, de vampieren kunnen dat mes niet pakken, omdat er dan hier uit die groeven schieten er zo messen uit en al de hand is dan af. Wat dat er hier ook in zit, maar dat weet ik niet eigenlijk of dat in de film komt. Laat het een keer weten in de comments als jullie weten. Maar hier zit er nog een mesje in. Dus als ik dat hier draai, voilà, zit er daar nog een mes in. Ik weet niet of dat hij dat gebruikt in de film of niet. Ik weet het echt niet, maar het is wel interessant dat er hier nog een mes in zit. Dus het is tamelijk lang. Dat is wel totaal niet scherp. Totaal niet. Dat is, niet scherper, ja. Maar denk natuurlijk wel, moest je steken in iemand, dat je er wel iemand nog altijd mee kunt verwonden. Of moest je echt met volle macht slaan ermee, je kunt nog altijd dus iemand verwonden. Maar dat is een soort, ik denk moest je dat gewoon laten vallen op de grond, dat dat gewoon in drie stukken breekt of zo, of in twee breekt. Maar ja, toch blij dat ik het heb. Later kan ik het mooi uitstallen in mijn movie room. Dus voilà, het zwaard van Blade. Het weegt niet zoveel, maar ik kan wel geloven, als je de films kent, dan zie je ook wel dat Blade zo super rap met dat. Maar ik kan me niet voorstellen dat je met zo'n zwaard, dat moet in de film moet er gewoon iets mega licht zijn, dan zou je dat mee kunnen doen, want dat is gewoon te zwaar voor zo rap te bewegen of vermoeid zijn. Voilà, super blij met mijn zwaard, 80 euro. En ik ben een gelukkige jongen. Hey. Voilà, we gaan dat weer wegsteken. Voilà, zie. Super blij ermee. Voilà, dus dat is mijn review of unboxing, gelijk hoe dat je het noemt, van mijn vier Rambo-messen en mijn zwaard van Blade. Allemaal bedankt om te kijken. Like de video. Je kunt mij volgen op Instagram Blu-ray-daddy82 of op mijn andere Instagram OfficialPippiBlu. Like alsjeblieft de video. Daar beneden staat er, hier van onder staat er dus een duimpje omhoog. Als je daarop klikt, dat helpt mij enorm vooruit. En je kunt ook abonneren natuurlijk volledig gratis op dit kanaal. En voilà, dat was de video. Allemaal bedankt om te kijken. Like de video, abonneer op mijn kanaal. En ik zou zeggen, tot de volgende keer voor een nieuwe dag, voor een nieuwe video. Ik denk dat dat morgen zal zijn. En we gaan het wel allemaal zien, hè. Allee, salut!